zo'n kinderachtig stelletje. Ik bedoel, het is toch niet zo moeilijk om het te formeren? De start van het politieke jaar ziet er niet zo rooskleurig uit. Al 187 dagen zitten we zonder kabinet en de formatie lijkt muurvast te zitten. Wat vinden Rotterdammers daarvan? Zouden zij nieuwe verkiezingen willen en weten zij eigenlijk wel welke dag het is vandaag? Vandaag is woensdag. Het is dinsdag. Vandaag is dinsdag. Ja, het is dinsdag. Toch de kofferdag vandaag. Gaan ze weer met... Prinsjes wel. Ik ben alleen jaloers op de hoedjes die gegeven worden. En ik loop altijd met hoeden. En dan juist op Prinsjesdag niet? Nee, verdorie. Wat vindt u van de formatie van het kabinet? Het is gênant aan het worden, vind ik nu. Niemand doet water bij de wijn en niemand gaat samenwerken. Dus klaar ermee. In de formatie dat het veel te lang duurt allemaal. Ja, weet je, er moet toch een keer wat gebeuren. Ik vind het heel zielig stel. En ik vind gewoon, er moeten nieuwe verkiezingen komen. En dan zeggen ze, ja, dan komt Rutte weer. Dat weet je helemaal niet. Verkiezingen hebben voor me eigenlijk geen zin, volgens mij. Want Rutte bent toch weer... Er zijn levensgrote problemen in het land. Maar meneer Rutte, die denkt van, joh, lang leven de lol. Wie zou voor u de minister-president mogen worden? Zou u weer Mark Rutte willen? Dat is een hele lastige. Je overvalt me echt. Ik zou het nu echt niet weten. Nee, sorry. Ik had liever Omtzigt gehad. Die man die zoekt alles uit. Kijk, Abu Talib van Rotterdam, dat zou een fantastische president zijn volgens mij.